mij om de werkelijkheid. Wat is nou werkelijk? Wat is nou dat wat je ieder moment eigenlijk doormaakt? Je verhouding tot je omgeving en hoe je daar zelf in staat. Dus wat mij eigenlijk fascineert is het leven als zodanig. Terwijl de werkelijkheid zoals we die ervaren, dat nu, is eigenlijk een opeenstapeling van verleden. En daarom grijp ik ook steeds wel terug en daarom speelt ook gewoon voortdurend in het schilderen, op het moment dat ik voor zo'n doek sta, speelt dat verleden in allerlei beelden en speldenprikjes een rol, stemmingen, associaties. Dus eigenlijk is het nu vol van die herinneringsbeelden. En Tarkovsky heeft het daar ook op een mooie manier over. Die hecht groot belang aan associaties. En dat vind ik interessant. Omdat dat is niet direct navolgbaar voor iedereen. Dat is geen wetenschappelijk gegeven. Maar wel heel wezenlijk in je beleving. Associëren, indrukken. Je zoekt naar persoonlijke verbanden, naar houvast ook, zo in deze werkelijkheid. En het gaat om werkelijkheid, werkelijkheidservaring. En hoe kun je die nou zo puur of zo optimaal mogelijk realiseren? Hier zitten en dit beleven. Daar gaat mijn onderzoek over, daar gaat mijn leven over, daar gaat mijn werk over. En dat is ook het mooiste wat er is.
jaar of 15 geleden ben ik met een soort ochtendritueel begonnen wat hierop neerkomt. Ik zet een bepaalde muziek op van Satie. Dat is een bijzondere uitvoering, ooit door Reinbert de Leeuw opgenomen in de jaren 70. Dat betreft de gymnopédie. En in het eind van de jaren 90, hoewel ik de muziek dus heel goed kende, bemerkte ik dat het zo van dag tot dag verschilde hoe die klonk. Ondanks het feit dat het een hele uitgesproken uitvoering was, of is. En ik ben gaan noteren op welke manier het van de ene op de andere dag verschilt. Hè, hoe het op mij overkomt. En zoals gezegd, uit dat simpele noteren is een ritueel ontstaan wat ik elke ochtend eigenlijk doe. Waar ik ook ben, ook als ik op reis ben. Ik heb die muziek bij me, ik heb koffie. Op het moment dat die gymnopédie beginnen, ga ik noteren. Soms is dat heel dicht bij de muziek. En soms, leidt zo'n bespiegeling tot andere associaties en beelden die over schilderen gaan. Ik heb in de loop van die 15 jaar al ruim 15.000 bladzijden volgeschreven naar aanleiding van 16 minuten muziek. Dit is de G-notitie, de notitie gebaseerd op mijn stukje muziek van Satie elke ochtend. Kijken naar gesteldheden, naar hoedanigheden. Hoe moet het, als Einstein vraagt, al die beelden over elkaar te leggen? Hoe verhoudt zich de ene tijdloze indruk, het bruggetje van Harry Storteler onder Groessen, of de westkant van het Bergenbos in mei 72, met de incidenten op de academie, of de ontbijtbeelden in het Forte Hotel in Shanghai van november 2012. De ene tijd door de andere heen voelen, het verlangen naar distantie. Eigenlijk hetzelfde gevoel als te veel tegelijk willen doen. Ik denk dat regelmaat en ordening in de dag voor rust zorgen.
als je het bekijkt vanuit het vakmatige aspect, hè, het feit dat ik een schilder ben en dat ik wat ik te zeggen heb dat met verf moet doen, dan is het een heel belangrijk gegeven dat ik licht materieel wil maken, allerlei lichtomstandigheden wil vangen in verfkwaliteit. Want die verf uit de tube of uit de pot is een ongedefinieerde massa. Die heeft nog geen uitdrukking, die heeft nog geen betekenis. En als ik mij concentreer op die lichthoedanigheden, die helderheden, die helderheidsverschillen, contrasten, dan heb ik daarmee een taal waarmee ik kan spreken. Dus is het voor mij een hele eenvoudige opdracht geworden om licht materieel te maken. Tastbaar. Zodat het eigenlijk van het doek af spettert soms. Ik heb ooit eens een keer zo de wens gehad om zo'n helder schilderij te maken dat het pijn deed aan je ogen. Zo licht. Nou, en ik denk dat in die schilderijen van de Turkse serie, Hagia Sophia, dat daar wel het ene schilderij waar die facetten zo uit het raam komen zetten, dat is echt, als je daar lang naar kijkt, dan gloeien die vierkantjes. Thank you.
loop van de tijd heb ik een aantal schilderijen van Brugge gemaakt en van een specifieke plek. Een locatie in Brugge, namelijk het Minnewater. Voor mij heeft dat in mijn persoonlijke geschiedenis een belangrijke betekenis, omdat ik ooit als 18-jarige scholier daar met klasgenoten ben geweest. Tweede helft jaren 90 heb ik die schilderijen gemaakt en dat was eigenlijk een soort artistieke zelfmoord om zo'n soort stadsgezicht te schilderen. Ook hier is het weer heel belangrijk dat ik eigenlijk geen kleur gebruik, geen uitgesproken kleur, omdat in zo'n soort beeld kleur past hier absoluut niet in. Dat wordt veel te veel een atmosferisch gegeven. Ja, in al mijn schilderijen is er sprake van een combinatie van twee vormen van ruimteaanduiding. Aan de ene kant een perspectivische ruimte, dus door bijvoorbeeld vergrijzen of door verdwijnpunten met perspectivische lijnen tot stand komt. Maar een minstens zo belangrijke is die ruimteverbeelding, waarbij ik gebruik maak van dit soort accenten die je blik door dat schilderij helpen, navigeren als het ware. En breng ik die accenten aan of ik corrigeer ze weer tussen het accent zelf en wat daarachter zit. Dus dit schept een ruimte, het geeft je het gevoel van ruimte zonder dat het figuratieve ruimte is.